Begin van het seizoen, hoe ver staan de ploegen? We vroegen het aan coach van Roeselare, Emile Rousseau. Deze wedstrijd komt elk jaar te vroeg, zullen de trainers zeggen. Hoe ver staan jullie in de voorbereiding? We hebben toch 4 dagen meer gehad dan de andere jaren. Dus we hebben dus, ja, inderdaad 8 tot 10 dagen voorbereiding achter de rug. Zeker met onze setter. We hadden een groot probleem. We hebben amper oefenwedstrijd kunnen spelen, want mijn eerste setter Trinidad was en is gekwetst. Stijn Duls was met de nationale ploeg, dus we hadden geen setter. Dus we hebben oefenwedstrijd gespeeld met een jonge man van de tweede ploeg. Hij heeft zijn best gedaan, maar natuurlijk, dat telt niet in een voorbereiding. Zeker als samenwerking, op gebied van samenwerking. Voor de list, jullie moeten alleen Paulides vervangen. En misschien ook een voordeel, Duls heeft veel gespeeld met de nationale ploeg. Samen met Tuurlings, met Koolman. Dus de automatismen zitten er nog wel in. Ja, dus wat betreft inderdaad de relatie met deze twee spelers, dan verwacht ik geen specifieke problemen. Dus het is wel zo dat we hebben de keus gemaakt om de ploeg niet te veel te veranderen. Het is al zo 3-4 jaar achter elkaar dat wij spelen min of meer met hetzelfde team. Dat heeft natuurlijk ook een aantal voordelen in dergelijke situaties. Dus de voorbereiding is zeker niet ideaal geweest, zoals elke jaar. Maar dat is nog geen excuus. Geen excuus, want we hebben een andere troef. Onder andere het feit dat onze team speelt al samen jaren. Dus straks eerste trofee binnen? U weet wel dat ik ben iemand die weet wat nederigheid is. Ik denk dat als zoon van landbouwer, je weet er alles van over nederigheid. Dus je hebt soms fantastische hoop dat het gaat fantastisch worden met uw velden, alles wat groeit op je veld. En dan plotseling komt het een storm en alles ligt op de vloer en dan moet u weer vanaf nul beginnen. Dus verleden jaar hebben we tegen Leniek gespeeld, we hebben een rammeling gekregen. We moeten een kat noemen. En dus het is onvoorspelbaar. Mooie metafoor. Succes straks. Dank je wel.